En er is er een jarig, hoera, hoera, dat kan je wel zien, dat is zij. Ja. Hey vrienden, hoe vind je een speciale dag vandaag? Ja, want niet alleen is jarig André van Duin, ook Willem van Hanegem, maar nog beter, Jut! Ja. Jarig, Hieperdepiep, hoera! En kijk, autootje versierd. Hoe vind je hem? Aan de spiegel. Hier. Feliz cumpleaños. Ja, dat is hem. Cumpleaños. Feliz. Cumpleaños. Feliz. Te deseamos. Ayer. Cumpleaños. Feliz. Ja. En kijk, we zijn onderweg. We zijn onderweg, beste vrienden. We gaan naar Valencia. Ja. En hier nog even voor de haar van die Job. Voor die jarige Job. Ja. Kijk, is dat even leuk? Ja, heel leuk. Ja. hoe vind je hem, schat? Kijk, ja. Hier. Prinses staat er ook op. Op een van die ballonnen. Ja, dat is zo ook hoor. Nou, we gaan naar Valencia. Dat krijgt ze voor de verjaardag. Anderhalve dag Valencia en we gaan ook nog een keer naar het voetballen. Ja, we gaan vandaag naar Valencia, Barcelona, beste vrienden, naar de wedstrijd. Want jullie weten het nog, zij, Jut, helemaal gek van Frenkie de Jong. Ja, die wil ze een keer live zien. Nou, dat gaat gebeuren vandaag. En ik ga ook kijken en dan hoop ik natuurlijk dat Barcelona verliest, nog steeds. Ja, want die Laporta, die kan de kleren krijgen na het ontslag van Koeman. Dus zo zijn wij samen op pad. Nou, lieverd, heb je er zin in? Ja, heel veel zin in. Ja. Heel veel zin. En voel je je ook een beetje jarig, lieverd? Ja, moet je kijken, met die ballonnen in de auto. Ja, met de ballonnen, ja. Zijn ze weer, hè? Okay, met de ballonnetjes. Is dat even goed, vrienden? Nog. Nou, wij gaan onderweg naar Valencia. En morgen krijgen jullie natuurlijk verslag van onze wedstrijd van Valencia Barcelona. Nou, zeg maar gedag, lieve schat. Tot morgen. Dag.